Er komt geen megatuincentrum in Beuningen. 18 omliggende gemeenten moeten toestemming geven voordat Van Kranenbroek op het terrein van tuincentrum Boel mag gaan bouwen. En die toestemming blijkt nu onhaalbaar. Een tegenslag voor Van Kranenbroek en de gemeente Beuningen. De firma Van Kranenbroek wilde graag een vestiging van 20.000 vierkante meter in Beuningen openen. Op het terrein van de firma Bul aan de Van Heemsterweg in Beuningen. Om dat voor elkaar te krijgen had ik de support nodig van de andere 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Die support is er niet gekomen, dus die vestiging in die vorm kan niet doorgaan. Nou, niet alle 18 gemeenten hoeven de toestemming te geven, maar een grote meerderheid van die 18 gemeenten moet dat doen. En dat komt omdat die vestiging niet past in het provinciaal beleid. En de gedeputeerde tegen mij heeft gezegd, ik werk er niet aan mee, behalve als een grote meerderheid van de gemeenten in jouw gebied het wel goed vindt. Omdat de firma Van Kranenbroek een uitgebreid nevenassortiment heeft. Dat verder gaat dan alleen het verkopen van tuinartikelen. Het zijn meer vierkante meters dan de provincie eigenlijk wil toestaan. En daar had ik de instemming van mijn buurgemeente voor nodig. En die is er dus niet gekomen. Ja, dat is inderdaad jammer. En zowel het college van burgemeester en wethouder als de gemeenteraad van Beuningen was erg voor die vestiging. Maar je hebt daar ook support van anderen voor nodig. En als die er niet komt, dan moet je ook reëel zijn en zeggen van dit gaat het niet worden. Een alternatief is dat de vestiging wat kleiner wordt en met een beperkter nevenassortiment. Dat die wel past in het provinciaal beleid en in het bestemmingsplan wat er nu al geldt. En een andere mogelijkheid is dat de vestiging in tweeën wordt geknipt. De grote spullen aan de Van Heemsterweg en de kleine spullen in de vestiging in het bestaande winkelcentrum in Beuningen. Ik vind het jammer dat die vestiging er niet komt. Want ik denk dat het een grote bijdrage had geleverd ook aan het economisch functioneren van Beuningen. En de gevolgen voor het bestaande winkelcentrum waren naar mijn overtuiging. En ook naar de overtuiging van onderzoekers heel beperkt. We'll be right back.